Welkom bij deze uitzending van Salland Natuurlijk. Samen met Agnes Nijmeijer gaan we deze keer eens kijken naar dierensporen. Dieren zie je vaak niet meer, maar ze laten wel hun sporen achter. Nou, denk maar heel dicht bij huis aan een molshoop in de tuin. Hè, de mol zie je niet, maar door die molshoop weet je dat die mol daar gevroet heeft. Nou, denk maar aan een vogelnestje in een meidoornhaag. Kan ook heel herkenbaar. Loopsporen. De vogel is al lang gevlogen, maar toch netje vind je nog. Nou, loopsporen ook van vogels, van katten, van bunzingen, van vossen en honden. Dat kun je allemaal vinden. En weet je wat ook heel herkenbaar is? Heb je net de schone witte was opgehangen, komt er een wolk spreeuwen over. Nou, allemaal scheidvlekken op die schone witte was. Spreeuwen zijn al lang weg, maar ze laten wel hun sporen achter. Ja, je hebt in de loop der jaren ook heel veel sporen verzameld. Ja, iedereen weet wel dat ik graag in het bos ben en veel in het bos ben. En dan zag ik eens een veer en dan zag ik eens een plukje wol. Dan zag ik eens wat slakkenhuisjes. En daar heb ik op zolder gelegd en in de winter is een keer wat in doosjes gesorteerd eigenlijk. Nou ja, en nou heb ik allerlei doosjes met veren en braakballen en konijnenkeutels. En het is best leuk om eens een keer te laten zien, ja. Ook voor kinderen. Hè? Want het is allemaal zo herkenbaar. Iedereen kan het vinden in het bos. En als je iets meer van weet, als je daarop let, dan wordt een wandeling ook veel leuker eigenlijk. Ja, ik heb hier wat op tafel liggen. Het zijn eigenlijk dennenappels. Iedereen loopt wel eens in een dennenbos en daar vind je heel veel dennenappels. Maar dit zijn wel hele rare dennenappels. Kijk, deze bijvoorbeeld is eigenlijk alleen de klokhuis van een appel. En welk dier zou je nou aangezeten hebben? Het heeft een eekhoorntje lekker die schubjes er allemaal uit zitten peuzelen. En laat hij een spoor achter van afgekloven dennenappels. Kijk, en dit is een andere dennenappel geweest, een kleintje. Dit is van een fijnspar en dit is van een grove den. En hier heb je ook een dennenappel, daar is ook iets mee gebeurd. Is heel ravelig, is niet meer mooi gaaf. Mm-hmm. En heeft een specht met zijn scherpe snavel de zaadjes uitgepikt. En zo is hij heel ravelig geworden. Dus de specht is al lang weg en de eekhoorn zie je ook niet meer in het bos, maar ze laten wel hun sporen achter. Ja, je hebt hier ook een hele verzameling veren. Ja, want als vogels in een rui zijn, dan laten ze nog wel eens een veer vallen. En dan liggen ze zo voor het oprapen in het bos. En ik had een hele verzameling en dan heb ik nou eens in een map gedaan. Allerlei soorten zie ik. Ja, kijk deze bijvoorbeeld, die zijn van de Vlaamse gaai. Je ziet een hele mooie blauwe kleur van de vleugel, van de zijvleugel van de Vlaamse gaai. En dit is een stuk van een vleugel van een uil. Denk van een steenuil. Deze vind ik ook heel spectaculair. Die zijn van een parelhoender. Poelenpetaten. Die heb ik op de Kolkhof gevonden, want die lopen daar voor de sier in het park. Oh ja. Nou ja, het duurt te lang om ze allemaal te laten zien, maar een paar wil ik er nog even laten zien. Kijk, deze. Die zijn ook van een gans. Maar er is iets bijzonders mee. Want die schacht hier, die is er van kapot. Die gans is gebeten door een vos. Mm-hmm. En je ziet allemaal wel eens plukplaatsen in het bos. En dan zie je ook een heleboel veren op de grond liggen. Maar dan zijn die veren nog helemaal mooi gaaf. En dan zijn ze gepakt door een sperwer of een havik. Die plukt ze echt. Maar een vos... Die zijn echt afgebeten. Een vos, ja. Of een matter, die doet het ook. Die heeft scherpe tanden en die bijt die schacht kapot. Kijk. Ja. Dus dat is echt een gans die gepakt is door een vos. Ik heb ze gevonden hier dicht bij huis in het weiland. Zo kun je ook de leefwijze van de dieren wat beter zien, hè? Beter leren kennen. Ja, eieren, dat zijn eigenlijk ook een soort sporen. Ja, dat zijn sporen die de vogels achterlaten natuurlijk, hè? En langs het kanaal vind je ook wel eens eieren van eenden of van meerkoeten, nou, die aangetast zijn. Ik heb hier een voorbeeld van een meerkoeten-ei. Kijk, de jongen zijn er niet uitgekomen, want anders ligt die bast helemaal vertrapt onder in het nest. Als de echte jongen op natuurlijke wijze eruit gekomen zijn. Maar hier heeft waarschijnlijk een bunzing of een matter. Die heeft daar die bast afgeknaagd en kapot gebeten. En de jongen de inhoud uitgezogen. Kijk hier ook. Dit is een meerkoeten-ei en dit is een eenden-ei. Kijk, hierachter staan nog de tandjes staan er nog in. Zie je? Dus het is een spoor van een bunzing. En deze die vond ik heel mooi. Die heb ik op de Kolkhof gevonden. Ja. Dit is een zwanen-ei. En nou, op de Kolkhof in het water broeden altijd zwanen. Ja. En iets verderop in het bos vond ik dit ei.
was weer heel vies en besmeurd. Maar heeft ook een bunzing proberen de inhoud uit te halen. De tandjes staan er nog in hier. En hier aan de achterkant, kijk, heeft hij hem zo in zijn bek gehad en meegesleept naar het bos. En toen de inhoud eruit gehaald. Hier staat ook nog een tandje erin. Het is echt een spoor van een bunzing. En wat heb je hier voor sporen? Ja, ziet een beetje eng uit, hè? Die heb ik gevonden bij de kikkerpoel. Want weet je wat het is? Dat is de lege pop van een libellenlarve. Kijk, dat is de huid eigenlijk waar die uitgekropen is. Iedereen kent wel het verhaal van de rups en de vlinder. Maar een libellenlarve die leeft 3 jaar in het water. En dan kruipt die tegen een rietstengel op. En dan knapt die barst open en dan komt er een libelle uit. En dan blijft deze lege pop blijft dan aan de rietstengel zitten. Die kun je dan zo vinden bij het water, bij ons bij de kikkerpoel. En dan is die heel kwetsbaar, dan kan die nog niet zo goed vliegen. Dan komt er een merel, die heeft net jongen en die lust graag een eiwitrijk hapje. En dan die pakt die libelle dan weer en hij laat de vleugels achter. Want de vleugels zit geen smaak aan, er zit geen eiwit in. Nou, daar kun je ook overal die libellenvleugels vinden. Nou, wie heeft er nou een libellenvleugel in de hand gehad? Kijk, het is net vitrage eigenlijk, hè? Het is heel leuk om dat zo vast te houden. Dat, als ze vliegen, dat maak je dat niet meer. Dat lukt je dat niet. Dus dat is een spoor van een... Ja, dit is eigenlijk een spoor van een merel. Die heeft de jongen gevoerd eigenlijk, hè? Ja. En dan laat hij dit achter. Ja, dat verzamelen, dat doe je eigenlijk al heel lang, hè? Ja, eigenlijk zo onbewust. Als ik in het bos een veertje zie liggen, dan neem ik het mee. Of een braakbal. En zo is het eigenlijk begonnen. Ook om aan de kinderen te laten zien. Ja, het ligt voor het oprapen, het kost niks. En dat is allemaal, heb je dat hier in de buurt gevonden? Ja, in het bos of in een weiland. Bijvoorbeeld een kop van een haas of een konijn. Hè? Heb ik met weidevogels zoeken, weidevogelbescherming. Vond ik zo'n kop van een konijn. En zo'n vogeltje. Een kleine vogeltje heb ik in het bos gevonden. En een kop snavel van een reiger heb ik langs het kanaal gevonden. Kijk, dat is ook weer. Je komt iets meer te weten over het voedselgedrag, hè, van zo'n vogel. Een scherpe snavel, daar pikt hij mee de visjes mee uit het kanaal, hè, die er langs komen zwemmen. En dit is een skelet, een kop van een knobbelzwaan. Kijk, je kunt duidelijk die knobbel zien. Kijk, en hij heeft een veel bredere bek. Daar gaat hij meer door het water om dat wier en zo en dat groene, die algen en zo op te scheppen. En er zat ook nog een hals aan, een zwanenhals. Maar die is niet helemaal meer compleet. Dat breekt nog wel eens af. Maar zo zat dat dan. Mm-hmm. Kijk, zo ongeveer, mooie zwanenhals, heel sierlijk. En die lag aan de rand van de vecht. In de zomer heb ik dat een keer... Die is waarschijnlijk ergens tegenaan gevlogen. Die lag daar... Maar van allerlei viezigheid zat er nog wel aan. Ja, ik heb het in een plastic zak meegenomen en thuis goed schoongemaakt. Nou, dit is nog wel een leuk verhaal. Dit is een skelet van een hondenkop. Mm-hmm. Kijk, je kunt duidelijk ook het voedselgedrag... Hij heeft scherpe tanden... voedselgedrag zien. Hier, dit is de neusholte. Hier hebben de ogen gezeten. En hoe kom ik daar nou aan? Er was een boer hier in de omgeving, die bouwde een nieuwe stal. En door graafwerkzaamheden kwam die kop van de hond erboven. Die is ooit daar begraven, achter de boerderij. Dat heb ik ook helemaal schoongemaakt en nou, kun je dat mooi laten zien. Ja, je hebt hier een mooie verzameling. Ja, een verzameling is natuurlijk nooit helemaal compleet, hè? Nee, want we zijn al vaak in het bos geweest dat we ook wel diersporen hebben gezien. Maar die kunnen toevallig niet in een doosje. Dus die kan ik niet mee naar huis nemen. Nou, denk maar aan een vossenhol. Hè, of een spechtengat boven in de boom. Of een reeënwissel. En hoe vaak hebben we niet zo'n schuurplek van een ree aan zo'n boompje gezien. Dat zijn ook allemaal diersporen. Maar die kun je niet mee naar huis nemen. Maar ze zijn er wel. En ja, eigenlijk kan iedereen de diersporen vinden. Net zoals ik... zo'n verzameling aangelegd heb, kan eigenlijk iedereen in het bos van alles vinden. Maar je moet er wel even oog voor hebben. Je moet er even goed op letten en tijdens de wandeling goed om je heen kijken. Nou, het verrijkt je leven, het is gewoon hartstikke leuk.